Hierbij open ik deze academische zitting waarin Hendrik Vermande het academisch proefschrift getiteld The Chemist, de geschiedenis van een verdwenen beroepsgroep 1600 tot 1820 in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift? Dank u wel, mevrouw de prorector. Geachte prorector, geachte promotiecommissie. Beste mensen, familie, vrienden, kennissen, relaties, ex-collega's en overige aanwezigen. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn voor mijn verdediging en mijn presentatie. Voordat ik begin wil ik eerst mijn paarennuffen aan u voorstellen. Twee goede bevriende ex-collega's uit mijn vroege beroepsleven. Aan mijn rechterhand Jan Rip en aan mijn linkerhand Joost Pothuis. Ja, ze zeggen wel eens dat ze de beste promoties ontstaan uit een uit de hand gelopen hobby. Of mijn proefschrift een goed proefschrift is, dat is natuurlijk niet aan mij om te beoordelen. Maar het is wel min of meer ontstaan uit een uit de hand gelopen hobby. En om iets te vertellen over de achtergrond waarom ik tot dit onderwerp ben gekomen, neem ik u even terug naar 1966. We waren toen als ouderlijk gezin op vakantie in Frankrijk, bij de kastelen aan de Loire. Hier ziet u mij als 12-jarige jongen voor het kasteel van Chambord, een van de grootste kastelen daar in Frankrijk. En mijn vader was geïnteresseerd in de herkomst van een oud familiewapen, een salamander in het vuur. En meende de oorsprong in Frankrijk te vinden, omdat het heraldisch dier daar volop te zien is op de decoraties van de kastelen, waar het een persoonlijk embleem was van koning Frans I, die regeerde in het begin van de 16e eeuw. En hier ziet u bijvoorbeeld zo'n salamander van Frans I. Het was een verre leuke vakantie. Ik heb er goede herinneringen aan bewaard. Maar van die hobby, die bijzondere belangstelling van mijn vader, begreep ik toch eigenlijk niet zoveel op dat moment. En dat veranderde zo'n 30 jaar later, toen ik het boek De uithangtekens van Van Lennep en Ter Gouw onder ogen kreeg. Dat is een tweedelig werk uit 1868, waarin de auteurs allerlei de herkomst en betekenis van allerlei uithangborden en gevelstenen beschrijven. En daarin las ik een stukje over de uithangtekens van farmaceutische beroepen. Nou wil ik u zeker niet tijdens deze presentatie overladen met allerlei citaten. Maar dit citaat is toch al erg belangrijk, omdat het de start en het uitgangspunt vormde van mijn proefschrift. Ik heb het sterk ingekort en ook omgezet in modern Nederlands. En dat luidt dan als volgt. Apothekers bereidden de medicijnen en maakten recepten klaar. De drogist was de verkoper van kruiden. De chemist bereidde de chemicalia. De drie beroepen hadden, behalve de gaper, ook nog een eigen uithangteken. Bij de apothekers ging de vijzel uit. Bij de drogisten de snuit van den zaagvis. De hertshoorn en een rist slaapbollen. En bij de chemisten de salamander. Het dier waarvan verteld werd dat het in het vuur leeft. Einde citaat. Blijkbaar werd de salamander in het vuur dus niet alleen gebruikt in de heraldiek, maar ook als embleem van de chemist. Een voor mij verder onbekend beroep. En dat prikkelde mijn nieuwsgierigheid. Wat waren dit voor lieden? Waarom kozen zij de salamander als uithangbord? Had het soms wat met de alchemie te maken, waar toch een zweem van mysterie en mystiek omheen hangt? En ik ben toen begonnen met het in kaart brengen van het erfgoed dat de chemisten hadden nagelaten. Zo kwam ik bijvoorbeeld deze prachtige gevelsteen op het spoor van een salamander chemistbedrijf uit Amsterdam, uit midden 18e eeuw, op de Oude Schans, die ook al beschreven stond in het boek van Van Lennep en Ter Gouw. Nou, dat was ook een leuke hobby en het was ook misschien wel bij een hobby gebleven. Totdat ik in 2013 in contact kwam met Ernst Homburg, hoogleraar bij de faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen hier in Maastricht. En zijn specialisatie is de geschiedenis van de chemie en meer in het bijzonder de beroepsgeschiedenis van de chemie.
Hij vond het eigenlijk wel een prachtig onderwerp en moedigde mij aan om daar een proefschrift over te schrijven. En dat leek mij een geweldige uitdaging, te meer daar het altijd mijn ambitie was geweest om ooit nog eens een proefschrift te schrijven. En bovendien was mijn vader chemicus en bleek er ook enkele apothekers in mijn familie aanwezig te zijn. En daar komt nog bij dat in ongeveer hetzelfde jaar 2013 het bedrijf waar ik toen werkte werd overgenomen door Arcadis, ingenieursbureau Arcadis. En die had een soort gestileerde salamander in het logo staan. Dus ik begrijp, dames en heren, dit was geen toeval meer, dit was voorbestemd. Ik moest hier wat mee doen. En ik heb eigenlijk twee hoofdvragen gesteld bij het onderzoek. Ten eerste het in kaart brengen van de beroepsgroep van de Nederlandse chemisten. Wat waren dat voor mensen? Hoe groot was die beroepsgroep? Wat was een vooropleiding? Was er sprake van enige vorm van organisatie of corporatieve belangenbehartiging? Welke producten fabriceerden ze en verkochten ze? En welke rol speelden zij in de distributieketen? Hoe was hun maatschappelijke positie? En hoe manifesteerden ze zich? Dat soort vragen. Bij de tweede vraag gaat het veel meer om het beschrijven van de verklarende factoren. Wat verklaart de opkomst van de chemisten in de tweede helft van de 17e eeuw? Wat zijn de eventuele markt- en andere factoren die eraan te grondslag liggen? Ja, en voordat je dan begint aan het onderzoek, moet je natuurlijk eerst eens afvragen van wat is nou eigenlijk een chemist? Of zoals het vroeger werd gespeld, een chemist met een Y of een I. En als je dan in het woordenboek de Nederlandse taal kijkt, dan staat er tot mijn verbazing, er is helemaal geen lemma van een chemist in. Maar je kunt uit de omschrijvingen in de citaten in dat woordenboek wel ongeveer nagaan dat met een chemist, dat het een soort oud-Nederlandse term is voor een chemicus. Een scheikundige, iemand met kennis van de chemie. En je komt ook wel beschrijvingen tegen als een alchemist, dus in een wat denigrerende zin. En soms kom je ook wel eens in de zin van een beroepstitel tegen, waar het mij natuurlijk om ging. Iemand die vergelijkbaar is met een apotheker of een drogist. Nou, het was duidelijk, ik moest tot een afbakening komen van de beroepsgroep. En ik heb daarvoor de volgende vier criteria ontwikkeld. Ten eerste natuurlijk dat ze zich chemist noemden of door anderen zo genoemd werden. Of een chemistenwinkel hadden. En zich op de een of andere wijze bezig hielden of associeerden met de productie of verkoop van chemicalia. De tweede dat ze voor een markt produceerden of verkochten. Want er waren in die tijd, met name in de 17e eeuw, ook allerlei chemiatrische artsen die ook chemische medicijnen produceerden, maar dan meer als onderdeel van de medische therapie die zij voorschreven aan de patiënten. En dat was natuurlijk duidelijk niet de doelgroep waar ik naar op zoek was. Derde criterium, dat ze dit vanuit een vaste vestigingsplaats deden. Er waren in die tijd ook allerlei rondtrekkende heelmeesters en kwakzalvers en handelaren die zich ook met de alchemie associeerden. Maar ook die behoorden duidelijk niet tot mijn doelgroep. En als vierde criterium, maar dat is er eigenlijk pas later bijgekomen, heb ik gezegd van ze hadden geen apothekersdiploma. Omdat ze zich daarmee natuurlijk onderscheiden van de apothekers die wel zo'n diploma hadden. Waar vond je de gemisten? Nou, vooral in Amsterdam en Rotterdam, op exportgerichte steden. Maar toch ook wel in enkele andere steden en gewesten van de Republiek. Hoorn, Haarlem, Leiden, Middelburg, maar toch voornamelijk in het westen van Nederland. Wat produceerden de chemisten? Ja, onder chemicalia werden in die tijd verschillende materialen en producten verstaan, met als gemeenschappelijke noemer dat deze door chemische technieken waren gemaakt. En die chemische technieken evolueerden natuurlijk in de loop van de tijd. Sorry. Maar waren in de 17e en 18e eeuw nog nauw verbonden aan de vuurkunst. Dus dan moet je denken aan distilleren, sublimeren, verdampen, dat soort technieken. Waarbij de chemisten in een werkplaats op ovens en allerlei distilleertoestellen
producten maken, zoals gedistilleerde geneeskrachtige wateren, elixirs, oliën, maar ook zuren, zouten, kleurstoffen, verschillende kwikproducten. En wat ook een belangrijke tak van sport in die tijd was, waren de chemische preparaten, of de ingrediënten van samengestelde geneesmiddelen, die ze dan verkochten aan apothekers, die daar dan de geneesmiddelen mee samenstelden, die ze aan patiënten uitgaven. De gemisten deden dat als in de functie van groothandelaar. De meesten waren groothandelaar en grossier, zeker in het begin. Maar velen van hen hadden ook een winkel en verkochten dus hun producten als detailist aan consumenten. En wanneer het medicijnen betroffen, soms ook op doktersrecept aan de patiënten. Waarmee ze natuurlijk rechtstreeks in het vaarwater van de apothekers kwamen. Volgens mij kun je inderdaad spreken van een beroepsgroep, ondanks dat het een zeer gemêleerd gezelschap was van mensen die ik in die groep heb opgenomen. Want dat bleek uit de onderlinge sociale netwerken. Velen kenden elkaar. Velen trouwden onderling met elkaar, familierelaties, op behoorden tot dezelfde religieuze gemeenschap. En ze hadden natuurlijk een eigen beroepsidentiteit. Het gemeenschappelijk embleem van die salamander in het vuur. Duidelijk bedoeld als embleem van het vuur. Symbool van het vuur voor de vuurtechnieken die ze gebruikten. Dan kom ik op de tweede hoofdvraag. De ontwikkeling van de beroepsgroep. Ik denk dat ik dat het beste kan aanduiden aan de hand van deze grafiek. Hierin heb ik het aantal chemisten uitgezet in de tijd. Dus op de x-as zie je de tijd. En op de y-as het aantal chemisten, actieve chemisten in Amsterdam. En dat bestaat van een periode van 1670, toen de eerste chemisten op het toneel verschenen met die beroepstitel. Tot 1820, toen het beroep vrijwel uitgestorven was. En die lijn heb ik verdeeld eigenlijk in vier periodes. Met vier kantelpunten. Periode 1, 2, 3, 4. Nou, de periode 1, dan zie je dat het aantal gemisten tamelijk stabiel is. Ongeveer 5. Dan zie je een eerste groeispurt. Tot ongeveer 20, 25. Tot 1795. Dan is er een korte stabilisatie. Waarna er een tweede groeispurt volgt. Tot de top. Rond 1810. En dan zie je een plotselinge neergang van het beroep. Van het aantal actieve beroepsbeoefenaren. Vanwege de tijd sla ik dan de eerste twee periodes over. En kom ik op de derde periode. En dan zitten we natuurlijk midden in de Bataafse Republiek. De Bataafse omwenteling. En dat is natuurlijk een hele interessante periode. Met allerlei maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen. De gulden werden afgeschaft. En dat ging gepaard met het principe van vrije vestiging. Iedereen mocht zich in principe vrij vestigen. Dus ook de chemisten. In 1805 werd het patentrecht ingevoerd. Wat een soort legitimatie met zich meebracht van de beroepsuitoefening. Maar anderzijds ontstond er ook een tendens dat de staat een grotere verantwoordelijkheid kreeg. Staatsvorming trad op. Ook in de bescherming van de volksgezondheid. De apothekers roerden zich. En eist het monopolie op de geneesmiddelenvoorziening. En dat resulteerde uiteindelijk in de invoering van de geneeskundige staatsregeling, 1804-1807, waarbij heel duidelijk het monopolie op de medicijnbereiding en de uitschriften aan patiënten bij de apotheker werd gelegd. Dus dat zijn eigenlijk twee tegenstelde beweringen. Enerzijds dus de vrijheid van vestiging, maar anderzijds het belang van de volksgezondheid, dat er geen medicijnen door onbevoegden werden uitgegeven. Waarbij in de regelgeving nog wel pogingen werden gedaan om de gemisten een rol te geven. Dus je kunt zeggen, eind van die periode, 1810, was de gemist als beroepsbeoefenaar wel erkend. Maar dan toch vooral in de rol van groothandelaar en grossier. Dus hij mocht zeker geen medicijnen uitgeven aan patiënten. Nou, je kunt je voorstellen dat dat toch tot een botsing ging leiden, omdat de uitschriften van die medicijnen een belangrijk onderdeel was van de omzet van de chemisten. En die botsing kwam er vrij plotseling in 1810 of 1811.
toen de Franse geneeskundige wetgeving werd ingevoerd. Want die bracht een registratie- en examineringsplicht van met zich mee voor iedereen die een farmaceutisch of medisch beroep uitoefende. Dus iedereen die medicijnen wilde verkopen of bereiden, moest zich laten examineren tot apotheker of zijn papier laten zien. Of tot kruidkundige, dat was het andere beroep wat op dat moment erkend was, de herborist. Er bestond geen overgangsregeling voor de zittende beroepsgroep, wat je dan wel had met die vorige Nederlandse staatsregeling van 1804 tot 1807. En er vond een strenge controle plaats op naleving van die eisen. De meeste gemisten vrezen voor omzet en haalden inderdaad dat apothekersexamen of herboristenexamen. Anderen verdwenen toch van het toneel omdat ze dat niet zagen zitten. Of verbonden zich met een gediplomeerde apotheker. En het resultaat was eigenlijk dat het beroep van chemist langzaam uitstierf. En dat kun je goed zien in dit plaatje. Waarin weer die blauwe lijn de lijn van de chemist zonder diploma weergeeft. En de gele lijn de lijn van de apotheker met een apothekersdiploma. Maar ook van de chemist die op een gegeven moment dat apothekersdiploma ging halen. En dan zie je dat het dus tegengestelde lijnen geven. De apotheker neemt eigenlijk de rol over van de chemist, zo kun je het zeggen. Er bleven in feite dus drie chemische beroepen over in de geneesmiddelenvoorziening uiteindelijk. De scheikundig fabrikant, als producent en eventueel groothandelaar van chemicaliën, die in het groot werden bereikt en afgeleverd volgens handelsgewicht, die niet alleen in de geneeskunde werden gebruikt, maar ook in de nijverheid in gebruik waren. De tweede dan de apotheker, die samenstelde geneesmiddelen bereidde en volgens medicinaal gewicht uitgaf aan patiënten. En de derde de drogist als grossier van scheikundige preparaten en verfwaren. Ja, je kunt zeggen dat het bestaansrecht van de chemist toen verdwenen was. Het werd overgenomen door die andere beroepen. Dan kan ik nog even een aantal andere thema's noemen die ik ook in het proefschrift behandel. Ik moet er vragen om af te ronden. Ja, dan laat ik het hierbij. Ja. Dan geef ik het woord terug aan u. Prima. Dank u wel. Hartelijk dank voor uw presentatie. Het is helemaal goed gekomen. De oppositie zal nu worden geopend door professor Randeraad. Professor Randeraad is hoogleraar Comparative Regional History aan de Universiteit Maastricht. Dank u wel. Geachte promovendus, mijn welgemeende felicitaties met de voltooiing van het proefschrift dat, als ik uw voorwoord en ook uw verhaal van net goed heb begrepen, gedurende een periode van maar liefst 6 decennia tot rijping is gekomen. De salamander ontsnapte blijkbaar steeds, maar uiteindelijk heeft u hem dan toch gevangen op de titelpagina van uw boek. Het is een lijvig werk gevonden, dat zijn waarde niet alleen ontleent aan het conscientieuze literatuur- en archiefonderzoek, maar ook en misschien wel vooral aan de verzameling biografieën van Nederlandse chemisten van de 17e tot de 19e eeuw, die u heeft samengesteld. Voor de fijnproever ongetwijfeld een fundgrube. Bij alle bewondering voor uw werklust is het toch mijn rol vandaag u enkele kritische vragen te stellen. En ik heb er om te beginnen 2 die sterk samenhangen. Ten eerste, ik werd getriggerd door uw eerste zin. En die luidt: in de tweede helft van de 17e eeuw ontstond in Nederland een nieuw beroep, dat van de chemist. En dat riep bij mij meteen de vraag op: wat verstaat de auteur onder Nederland? En ik dacht, daar krijg ik snel een antwoord op. Maar merkwaardig genoeg vond ik dat antwoord niet zo heel snel en niet zo heel duidelijk in uw boek. Mijn eerste vraag is dus simpelweg: wat verstaat u onder Nederland? Mijn tweede vraag hangt daar nou mee samen en u kunt de antwoorden misschien ook gecombineerd doen.
Uit de indrukwekkende, maar tegelijk selectieve lijst van archiefbewaarplaatsen die u heeft bezocht, zou je de conclusie kunnen trekken dat Nederland een land boven de grote rivieren was. Maar bedoelt u dat ook? U heeft onderzoek gedaan in Holland, Utrecht, Gelderland en Drenthe. Maar hoe u Nederland ook wil definiëren, het zal groter geweest zijn dan dat. En ik begrijp natuurlijk heel goed dat een onderzoeker die meer dan 2 eeuwen wil bestrijken, keuzes moet maken. Maar dan zou ik die keuzes goed beargumenteerd willen zien worden. En daartoe geef ik u nu dus de kans. Waarom vind ik geen voorbeelden uit Den Bosch, Maastricht, Antwerpen, Gent of Brugge? Waren er daar geen chemisten? Of had u andere goede redenen om de zuidelijke Nederlanden buiten beschouwing te laten? U had misschien de stad waar u vandaag hoopt te promoveren ook kunnen vereren met een casus. Of waren er hier geen? Ik ben heel benieuwd naar uw uitleg. Dank u wel, hooggeleerde opponent, voor uw vraag. Ik heb me om praktische redenen inderdaad beperkt tot Nederland, het huidige Nederland. Maar ik heb in de secundaire literatuur natuurlijk wel gezocht ook naar voorbeelden uit de zuidelijke Nederlanden, uit België. En ik heb er niks over gevonden. Af en toe wel eens een apotheker die ze dan apotheker en chemist noemt, maar niet als zelfstandige chemicaliënbereider. Wat betreft Nederland, waartoe ik dan ook even Brabant en Limburg reken, heb ik ook gezocht in bestanden van archieven en de toegang daarin in allerlei trouwboeken, poortenboeken. Dat soort toegangen. Maar ik heb er niks in kunnen vinden. En ook het collier van de personele quotisatie, dat is natuurlijk wel beperkt tot een bepaald deel van Nederland, geeft ook maar heel weinig in mist aan. En zeker niet in de zuidelijke Nederlanden. Ik werd wel uit de studie van Jaspers over farmacie in Limburg, dat er in die tijd in Maastricht ook veel werd geïmporteerd uit Luik, of Keulen of Parijs. En dat waren groothandelaren, drogisten. Dus ze hadden blijkbaar wel de chemicaliën ergens anders vandaan, de apothekers. Of de ziekenhuizen of de instellingen. Maar waar die drogisten, die groothandelaren dan vervolgens hun chemicaliën vandaan hadden, dat wordt dan niet vermeld. Ik heb er overigens wel 1 apotheker en chemist genoemd in mijn verhaal uit Maastricht. Maar die bent u misschien niet tegengekomen, maar er is 1 voorbeeld genoemd. En ook in Breda heb ik enkele voorbeelden wel gegeven. Maar ja, het is meer om praktische reden dat het blijkt dat het eigenlijk alleen in de noordelijke Nederlanden en dan eigenlijk ook alleen nog in het westen voorkomt. En Utrecht en later ook nog wel in Drenthe inderdaad en andere gewesten in Zeeland. Maar u heeft er ook niet een verklaring voor dan waarom ze in die andere delen van de Nederlanden waarschijnlijk niet voorkwamen of in veel mindere mate? Nee, ik heb daar geen verklaring voor. Het zou kunnen zijn dat het gemakkelijker was voor een chemicaliebereider om de titel van apotheker te krijgen dan in het westen waar natuurlijk de medische colleges de controle hielden op de gezondheidstoestanden. En dat had je misschien minder in dat soort gewesten van Nederland of de generaliteitslanden of Limburg. Maar de precieze oorzaak, dat weet ik niet. Ik ben er niet achter gekomen. Oké, dank u wel. Hartelijk dank. De oppositie zal nu worden voortgezet door professor Dr. Maarten Prak. Hij is hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Riekelen aan huis gebonden. Oh, moet nog. Juist, ik ga nog een keer overnieuw beginnen. Dank u wel, mevrouw de rector, door gezondheidsperikelen aan huis gebonden. Maar toch blij dat ik langs deze virtuele weg u, meneer de promovendus, kan feliciteren met de voltooiing van een mooie en interessante studie over een in ieder geval tot nu toe tamelijk onbekende beroepsgroep, waarover u heel veel interessants
bij elkaar hebt gebracht. Ik ben zelfs, als ik naar het boek kijk, geneigd om te denken, alles wat we erover zouden kunnen weten bij elkaar hebt gebracht. Maar ik wil u graag wat nader ondervragen over iets wat in uw presentatie ook naar voren kwam, namelijk de opmerkelijke toename van het aantal chemisten in de tweede helft van de 18e eeuw. U laat zien in uw presentatie dat er een duidelijke knik naar boven in die lijn is. Periode 2 hebt u aangeduid. En daarover zegt u in uw proefschrift dat dat vooral verklaard moet worden uit een toegenomen vraag naar de producten van deze beroepsgroep. Nou, nu is het niet makkelijk om erachter te komen op grond waarvan we mogen aannemen dat die vraag inderdaad was toegenomen. Dus ik heb mij onder andere gewend tot een artikel van Denewet en Wallis, dat u ook citeert in uw boek, over de vraag naar medische producten. En een belangrijk deel van die chemisten hadden ook dat soort producten als in hun assortiment zitten. En die geven eigenlijk niet een duidelijke aanwijzing voor zo'n toegenomen vraag in de periode waar we het hier over hebben. Dus ik wilde u uitdagen om toch iets meer te vertellen over wat nu verklaart dat dat beroep in precies deze periode zo sterk in omvang kon groeien. Dank u wel, hooggeleerde opponent. En bedankt ook voor de complimenten. Ja, ik ben eigenlijk wel heel blij met uw vraag. Want dan kan ik inderdaad over die periode 2 nog eens wat vertellen, waar ik niet aan toegekomen ben. In die periode 2, 1765 tot 1795, zie je inderdaad een sterke toename van het aantal chemisten. En volgens mijn analyse kwam dat vooral door de sterke toename van de chemisten met een winkel, waaruit zij dus inderdaad medicijnen verkochten rechtstreeks aan het publiek. Ja, dan kun je wat ik ook gevonden heb, is dat die toename van het aantal chemisten niet alleen het geval was bij de chemisten, maar ook bij de apothekers en ook bij de drogisten en ook bij de kruidenwinkeliers, de kruidenmakers. Dus het was niet alleen beperkt tot de chemisten. Ja, en dan kun je eigenlijk alleen maar een verklaring vinden inderdaad in de trend van dat er meer medicijnen werden verkocht. Ik heb in mijn proefschrift ook verwezen naar het medicaliseringsproces wat er toen gaande was. De mensen hadden blijkbaar meer behoefte aan geheimmiddelen en aan zelfmedicatie. En dat kan verklaren waarom er inderdaad meer vraag ontstond naar medicijnen. En onlangs kwam er ook nog een artikel onder ogen van Colin Jones. Het heet The Great Art of Buying. Nee, The Great Chain of Buying. Ik meen uit 1996. Waarin hij de krantenadvertenties in de laatste 2 decennia van het Ancien Regime in Frankrijk analyseert. En dan komt hij tot de conclusie dat de kranten zowel een platform vormden voor aanbieders van medische diensten en chemische preparaten en medicijnen. Maar dat ook anderzijds die advertenties weer de vraag aanjoegen. En hij verklaarde dat, legde een verband met het geluksideaal dat samenhing met de verlichting en daarmee samenhang met gezondheid. Ja, mensen wilden gelukkiger worden en een betere gezondheid krijgen. En dan zie je ook dat in de advertenties allerlei beroepsbeoefenaren zich aandienen op de medische en farmaceutische vlak. Dus blijkbaar was dat een trend die toen gaande was, waar de chemisten van profiteerden. En in die tijd ontstonden een soort hybride chemist-apothekerswinkels. En ook een verwatering eigenlijk van het apothekersvak, waar tegen bepaalde apothekers zich dan weer te weerstelden. Maar dat was inderdaad allemaal gaande in die periode. Ik hoop dat dit uw vraag enigszins bevredigend beantwoordt.
Nou, kijk, er zit iets tautologisch in uw antwoord. Hè? Want u zegt eigenlijk, het feit dat er meer chemisten kwamen, duidt erop dat er een grotere vraag was naar hun producten. En die vraag, die wordt afgeleid uit het feit dat zij talrijker werden, verklaart ook waarom ze talrijker worden. U ziet hopelijk een beetje waar het wat mij betreft wringt. Je zou eigenlijk idealiter een onafhankelijke bewijs willen zien voor de toename van die vraag. He, dus op het ogen, en dat zie ik niet helemaal in uw antwoord, maar dat lijkt me iets voor vervolgonderzoek misschien. Ja, en ik ben dat het onderzoek waar u bedoelt nog niet tegengekomen, waarin echt de vraag en de consumptie van medicijnen is onderzocht in die periode. Ja, nou ja, dus daarvoor verwijs ik dan toch naar dat artikel wat ik even noemde van Eddie Denewet en Patrick Wallace. Maar ik zal het hier nu bij laten. Iets voor een verdere gedachtenwisseling op een ander moment. Ja, prima. Hartelijk dank. De oppositie zal nu worden voortgezet door Dr. Wouter Klein, Independent Scholar. Geachte promovendus, ook ik wil u van harte feliciteren met de voltooiing van uw proefschrift. U heeft denk ik een leeuwenwerk verzet waarmee u de geschiedenis van een verdwenen beroepsgroep nauwkeurig heeft gereconstrueerd en een plaats heeft gegeven in de medische wereld van het verleden. De data die u heeft verzameld vormen denk ik een toevoeging van onschatbare waarde aan gegevens over verschillende spelers die er op de medische markt actief waren. En ik beschouw mezelf ook als een van de fijnproevers waar professor Randeraad het over had. Ik ga met plezier door, vooral de tweede helft van uw proefschrift met alle details over chemisten. Ik zeg de medische markt, dat is een term die inmiddels in onbruik is geraakt, enigszins. U geeft het ook aan in uw proefschrift, maar de medische wereld in de periode die u beschrijft is wel degelijk een marktelement. Ik denk dat we het daarover eens kunnen zijn. Een belangrijk doel van uw onderzoek is om de chemist te positioneren in het krachtenveld van medische beroepsbeoefenaars. En u slaagt er denk ik goed in om de chemist een plaats toe te kennen tussen andere medische beroepen uit het verleden die we veel beter kennen. En mijn vraag gaat over één van de groepen die u veelvuldig noemt, namelijk de apothekers. De apothekers krijgen er in uw werk hier en daar flink van langs. De chemist komt niet uit de apotheker voort, stelt u, wat farmaciehistorici traditioneel lang geclaimd hebben. Apothekers waren lange tijd niet geïnteresseerd in de chemie, vaak ook niet kundig genoeg en begonnen pas laat zelf de term chemist te hanteren om te kunnen delen in het prestige wat de term inmiddels verworven had. In stelling 3 bij uw proefschrift beticht u in het kader de farmaciehistorici zelfs van verheerlijking van de eigen beroepsgroep. Ik beschouw mijzelf als farmaciehistoricus, dus ik trek mij dit aan. Bedenk dan dat apothekers in het verleden relatief weinig bronnen hebben nagelaten. Het beeld dat we van hen hebben komt grotendeels van artsen en apothekers die vaak een negatief beeld van apothekers hadden. Dus ik denk dat we wel enige rechtvaardiging is voor de kunde, dat we enige rechtvaardiging mogen opbrengen voor de kunde van de apotheker. Misschien dat farmaciehistorici daarin zijn doorgeslagen, maar bij het lezen van uw proefschrift bekroop mij het gevoel dat u zich misschien impliciet ook bezondigt aan verheerlijking van de chemist en dit keer ten koste van de apotheker. U beargumenteert dat de apothekers lang achter de feiten aanliepen en zich pas laat met chemische middelen gingen bezighouden. Voor de late 16e en 17e eeuw gebruikt u daarvoor vooral toch fragmentarisch materiaal. Ik vond gegevens over 2 boedelinventarissen om aan te tonen dat apothekers voor 1600 nog nauwelijks chemische middelen gebruikten. Er zijn veel meer boedelinventarissen van apothekers uit deze periode bekend die u niet heeft geraadpleegd. U noemt titels en titelafbeeldingen van farmacopees die dat zijn apothekershandboeken die chemische geneesmiddelen opnemen, bijvoorbeeld in de titel door te spreken over Galenica chimica, dus zowel de traditionele galenische als chemische geneesmiddelen. Maar goed, het is zeer de vraag of de titels en die
afbeeldingen daadwerkelijk de inhoud van de lading van de boeken dekken en ook de historische praktijk van het apothekersvak. U noemt ook nog de taksen, de prijslijsten die Simplicia en chemische halffabrikaten benoemen en vooral bedoeld zouden zijn voor chemisten, terwijl ze vaak ook als appendix aan diezelfde farmacopees zijn toegevoegd die juist voor apothekers zijn bedoeld. Op pagina 93 concludeert hij dat medici, chirurgijns en eventueel apothekers de voordelen van chemische middelen gingen inzien. En mijn vraag op basis daarvan is, hoe overtuigd bent u ervan dat apothekers wel of juist niet deelnamen aan de ontwikkeling en groei, het groeiende belang van de chemie en chemische geneesmiddelen in deze periode? En over welke periode heeft u? Vooral de vroege periode, dus laten we zeggen de eerste helft van de late 16e en de 17e eeuw. Zeer geleerde opponent, inderdaad bedankt voor de complimenten. Als ik het mag samenvatten, gaat u vragen over... zijn er niet meer voorbeelden van bekend dat apothekers geïnteresseerd waren in de chemische bereiding van geneesmiddelen in die vroege periode? Of juist niet? Of dat er juist geen voorbeelden zijn? Of... Dat er voorbeelden zijn dat ze daar niet in geïnteresseerd waren? Ja, dat laatste dat heb ik natuurlijk nooit kunnen aantonen. Want je kunt niet aantonen dat mensen nergens geïnteresseerd in zijn. Want er zouden er geschriften moeten zijn geweest. Waarin ze hebben gezegd, we hebben geen belangstelling voor de chemie. Ja, ik heb natuurlijk wel uitgebreid gezocht naar voorbeelden van apothekers die in die vroege periode geïnteresseerd waren in de chemische bereiding en ook in de chemiatrie. En het is natuurlijk met een lantaartje zoeken naar voorbeelden. Inderdaad, boedel in inventaris is een van de bronnen die je kunt raadplegen. Waar ik dan wel wat iets in heb gevonden van distilleertoestellen die ze dan hadden. Waaruit je mag afleiden dat ze inderdaad wel iets deden met gedistilleerde geneesmiddelen. Maar veel andere bronnen zijn er toch ook niet. Dus ik heb gedaan wat ik kon binnen het bronnenmateriaal dat mij ter beschikking stond. Waaruit mijn conclusie was dat de apothekers in die tijd nog nauwelijks geïnteresseerd waren in de chemie. Dus als u zegt dat medici, chirurgijns en eventueel apothekers de voordelen van chemische geneesmiddelen willen zien, dan... Bedoelt u dan vooral dat er meer onderzoek naar de apothekers moet worden gedaan of dat het voor apothekers niet zozeer geldt? Nou, dat zou ik zeker toejuichen als er meer onderzoek naar apothekers wordt gedaan. Ik ook. Ja, dat zou zeer welkom zijn. In hoeverre apothekers inderdaad de chemische bereiding van geneesmiddelen oppakten, dat zou misschien nog een nader onderzoek kunnen vormen, maar ik ben benieuwd... waar een volgende onderzoek dan zijn bronnen vandaan had. Ik ben zelf natuurlijk gespecialiseerd in veilingen. Maar dat is ook pas een onderwerp dat pas veel later opkomt. En dan kun je nagaan of apothekers daar hun spullen kochten of zo. Maar dat zou een bron kunnen zijn, maar ja, ik weet het verder ook niet. Dank u wel. Dank u. De oppositie zal nu worden voortgezet door Dr. Steven Snelders, onderzoeker History and Philosophy of Science aan de Universiteit Utrecht. Ja, geachte promovendus, ik hoop dat ik te horen ben. Eerst mijn excuses dat ik zelf ook niet fysiek aanwezig kon zijn, maar het is virtueel toch gelukt. En de tweede, mijn hartelijke felicitaties met het proefschrift, dat ik echt met veel plezier heb gelezen. En ik moet zeggen dat ik vooral getroffen was door uw geslaagde poging om heersende klassificaties in het aanbod van de geneesmiddelen te doorbreken. Dat met name periode 1 de dagelijkse praktijk van geneesmiddelenvoorziening veel fluïder was dan is geschetst door latere historici die, zoals u inderdaad aangeeft, vaak zelf uit de arts- of de apothekershoek kwamen. Nu trof het mij dat als we tot die periode 1 beperken, dat we weliswaar een soort theoretische aanzet vinden die chemiatrie stimuleert door de toenemende invloed van het Paracelsiaanse denken, maar dat al rond 1600... de chemische bereiding van geneesmiddelen vooral een praktische zaak is.
dat chemisten, apothekers, chemische en galenische preparaten rustig allebei aanleveren. En ook dat met name praktisch georiënteerde beroepsbeoefenaars als chirurgijnen en zelfs alcoholdistilleerders een belangrijke rol spelen. En daar wou ik even verder op ingaan, want helaas geeft u niet zozeer aan wat er nou gebeurt aan de vraagkant. Maarten Pak heeft al een vraag gesteld over de vraagkant in de tweede periode, maar ik ben wel benieuwd naar die eerste periode. Je ziet in diezelfde periode een ander soort, nieuw soort geneesmiddelen opkomen. Dat zijn de exotische geneesmiddelen uit de nieuwe wereld. Kina, Sassafras, Ipecacuanha. Die krijgen een plaats in de farmacopeeën. En die hebben ook een specifieke roep om bepaalde aandoeningen te kunnen bestrijden. Dus mijn vraag was, waar waren die nieuwe chemische middelen nou specifiek voor bedoeld? Wat deden ze, wat u zo al hebt kunnen lezen, want een hele hoop van die bronnen gaan natuurlijk ook over de indicaties voor die geneesmiddelen, maar dat noemt u alleen maar incidenteel in uw proefschrift. Welke specifieke aandoeningen en gezondheidsproblemen hebben ze nou kunnen aanpakken? Ik denk bijvoorbeeld aan iets als laudanum, waarvan ik aanneem dat het vanuit de alcoholdistilleerders zou zijn gekomen. Zijn er ook aanwijzingen dat dit de vraagkant, dus de gezondheidsvoorziening in de Republiek, daadwerkelijk beïnvloedde? Of was dat eigenlijk helemaal niet het geval? Zeer leerovernet. Ook u bedankt voor de vraag en voor de complimenten. Uw achtergrond is natuurlijk de medicijnen. Geneesmiddelen. En dat is natuurlijk niet zozeer mijn achtergrond. Ik heb gekeken naar de beroepsgroepen. Maar uiteraard kom je tijdens het onderzoek in aanraking met tal van medicijnen die genoemd worden. Chemische medicijnen. Waaronder, zoals je dat noemt, dat laudanum. En ik weet dat dat rond 1600 begon dat op te komen. En werd dat door een bepaalde groep van artsen aan hun patiënten voorgeschreven. En ik denk met succes de geriatrische artsen, want ze hadden daar een bepaalde praktijk aan. Maar of dat kon beantwoorden aan een vraag vanuit de consument, vanuit de bevolking, ja, ik neem aan van wel, maar het ontbreekt mij aan gegevens om daar nader antwoord op te geven. Ik weet wel dat er natuurlijk onder die chemische geneesmiddelen veel vergiften zaten. En bij de traditionele geneesheren viel dat niet altijd de goede aarde. Er vond er afkeuring plaats. Maar dat waren dus eigenlijk twee stromingen die er toen waren. Ja, het valt eigenlijk een beetje buiten het kader van mijn studie. Die meer het gaat over het beroep zelf en minder over de medicijnen en de geneesmiddelen. Dus ik vrees dat ik uw vraag niet helemaal tot uw tevredenheid kan beantwoorden. Waarschijnlijk weet u meer dan u hier voorgeeft, want u citeert tal van bronnen van geschriften van beroepsbeoefenaren die u heeft gelezen. Ik noem bijvoorbeeld het werk van Angelo Sala, de opiologia, die gaat specifiek over laudanum bijvoorbeeld. Nou besef ik dat het niet een vraagstelling van uw proefschrift is, maar heeft u nou de indruk dat die nieuwe beroepsgroep die u ziet ontstaan, die chemisten, zich ook in de markt zetten, specifiek door te zeggen, dit zijn de gezondheidsproblemen waar wij oplossingen voor vinden? Zoals we nu bijvoorbeeld een vaccinatie tegen corona hebben. Zo weet ik toevallig dat opiaten in de 17e eeuw steeds meer worden voorgeschreven tegen pest, in pestepidemieën. Maar is dat ook iets waar de chemisten zichzelf mee afficheerden, of doen ze dat eigenlijk helemaal niet? Ja, maar dan spreekt u over chemist als de chemiatrische arts, die ze in die tijd ook chemisten noemden. En dat zijn dus niet de chemische beroepsbeoefenaar die ik later vanaf pas ongeveer 1670 onderscheid.
Dus je had natuurlijk in die tijd rond 1600, 1620, had je wel de chemisten. Maar dat was een ander slag mensen dan waar ik in mijn proefschrift over gaat. Dat was eigenlijk de voorperiode van de chemisten. Waarin die chemische geneesheren zich chemisten noemden. Omdat ze uitgingen van de chemische theorie van Paracelsus. En daarop voortborduurden. Dus zij waren natuurlijk een sterk voorstander van die chemische geneesmiddelen op basis van de leer van Paracelsus. Maar toch een andere categorie persoon is dan de beroepsbeoefenaar die ik laat starten in 1670. Dankjewel. Dit antwoord moet later. Oké, dankjewel. Dank u. De oppositie zal nu worden voortgezet door professor Dr. Frank Huisman, hoogleraar geschiedenis van de geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Ja, dank u wel. Ook van mijn kant hartelijke felicitaties met de voltooiing van dit indrukwekkende proefschrift. U heeft heel veel materiaal gezien dat door vele anderen nog nooit is gezien en ook verwerkt. En ik denk dat alleen al de bijlagen de moeite van het lezen van het proefschrift zeer de moeite waard zijn. U vult duidelijk een lacune in de geschiedenis van de farmacie en de chemie door een soort eerherstel van een beroepsgroep die eigenlijk is vergeten. En hij is vergeten omdat, zoals u ook stelt, de geschiedenis vaak wordt geschreven door winnaars. En in dit geval zijn het artsen en apothekers. En dus wordt ons beeld over de 16e, 17e, 18e en 19e eeuw in hoge mate bepaald door artsen en apothekers die terugkijken en die een trend schetsen. Waar zij zelf op het voorlopig eindpunt en hoogtepunt staan. Dus het heeft ook iets celebrerends, iets heroïs enzovoort enzovoorts. Wat u doet, zoals gezegd, is een soort eerherstel. U een bloeiende industrie, hè, een industrie die in het verleden bloeide, is uit beeld verdwenen en komt door u weer vol in de schijnwerpers te staan. En dat is geen sinecure. Je moet eerst, voordat je kunt analyseren, moet je beschrijven. Dat is evident. En dus is het primaire doel van uw proefschrift descriptief. Ten eerste biedt u een prosopografische reconstructie van de beroepsgroep. Wie waren het nu eigenlijk? Wie noemden zichzelf zo? Wie werden zo genoemd? En daarvan wil ik een collectieve biografie schrijven. En ten tweede wilt u dat proces van beroepsvorming in kaart brengen en misschien ook een begin, een aanzet bieden voor analyse daarvan. Mijn vraag heeft betrekking op de historiografische positionering van uw boek als geheel. Dus hoe moeten wij kijken tegen het boek? Wat doet dit boek? Hoe wordt het gelezen? Hoe wordt het gebruikt vanaf nu? En dan wil ik om te beginnen refereren of in herinnering brengen, voor zover u hem niet kent, aan vertellen, wat de beroemde, een van de beroemdste Nederlandse historici, Johan Huizinga, ooit heeft gezegd over wat geschiedenis is. Hij zei, geschiedenis is de geestelijke vorm waarin een cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden. Een hele mooie, rijke definitie wat mij betreft. En het gaat mij vooral om dat actieve element. Het is niet alleen maar descriptief, niet alleen maar beschrijven, niet alleen maar, want dat zou een kroniek opleveren en kroniek is geen geschiedenis. Het is rekenschap geven van. En daar gaat dus eigenlijk mijn vraag over. En ik breng dan Huizinga in verband met uw impactparagraaf. U zegt daar dat u een carrière heeft gehad als civiel ingenieur en dat maatschappelijk nut en noodzaak van dat beroep evident is. Nu bent u actief geweest als historicus en u refereert ook aan de website van de faculteit waar u nu aan promoveert. En uw stelling is dat inzicht in het heden niet onmogelijk is zonder het verleden te kennen. Dat trof mij wel en zeker met Huizinga in gedachten heb ik eigenlijk twee vragen. Wie geeft hier rekenschap van het verleden in dit boek en waarom? En ten tweede, waarom een geschiedenis geschreven van verliezers? Ja. De winnaars zijn de artsen en apothekers en de verliezers zijn dan de chemisten. En welk doel wordt gediend bij het eerherstel van een verliezende beroepsgroep? Ah. Dus in feite is mijn vraag, welke werking heeft uw verhaal in het heden?
Hè, want u heeft een historisch verhaal geschreven. U heeft zich rekenschap gegeven van het verleden. Het verleden volgens Huizinga speelt een rol bij identiteitsvorming in het heden. Hè, dat is het actieve principe waar de geschiedschrijving deel van uitmaakt. En welk maatschappelijk doel is hiermee gediend, volgens u? Ja, hoogleraar Opponent, bedankt voor uw vraag en inderdaad ook weer voor de complimenten. Ik heb in de impactparagraaf misschien inderdaad een wat provocerende uitspraak gedaan. Door eerst te zeggen dat als je civiel ingenieur bent, dat het maatschappelijk nut van de studie wel duidelijk is. Maar dat het voor de humaniora niet altijd duidelijk is. Daarmee wil ik alleen maar zeggen dat het voor de geesteswetenschap inderdaad minder makkelijk is om aan te geven wat het maatschappelijk nut is. Maar ik heb vervolgens in de impactparagraaf toch wel een poging gedaan om daar invulling aan te geven. Ja, naar mijn mening ligt het maatschappelijk nut van deze studie in de eerste plaats dat het een duiding geeft aan het culturele erfgoed, wat er van de gemis is overgebleven. Dus het geeft een nadere betekenis, een diepere laag aan wat in het boek van Lennep en Tegouw is beschreven over de chemisten. Het geeft betekenis aan de uitgangborden, gevelstenen en wat er nog meer aan erfgoed is overgebleven van de chemisten in deze tijd. Dus dat kun je zien als een belangrijk maatschappelijk nut. En verder heb ik ook een poging gedaan om een parallel te trekken met deze tijd, waarin er ook soms sprake is van de monopoliepositie van de apotheker, of dat die wordt aangetast juist. De vraag, moet een apotheker wel zo'n monopoliepositie hebben? En dan kan mijn studie daar licht op werpen vanuit de geschiedenis, dat er inderdaad soms wel een golfbeweging is van, er komen weer nieuwe beroepsgroepen op die dat monopolie aan de kaak stellen. En dat zwakt dan weer af vanwege het belang van de volksgezondheid. En dan ontstaat er misschien weer een nieuwe golf van een nieuwe beroepsgroep die opstaat. Ja, dat zou een nadere invulling kunnen zijn van dat maatschappelijk nut waar je naar op zoek bent. Dus de chemisten eigenlijk als een soort illustratie van beroepsgroepen die op en neer bewegen met de golfbeweging van de afweging van de apothekerstand aan de ene kant, de belangen van de vrije vestiging en de beroepsbeoefening. En de derde pol is het belang van de volksgezondheid en de staat daarin. Ik denk dat ik met het oog op de tijd het woord terug moet geven aan de voorzitter, maar ik kom daar graag nog eens op. Oké. Mijn eerste vraag was eigenlijk, wie of namens wie geeft u, dus wie geeft hier rekenschap en namens wie geeft u hier rekenschap? Hè? Dus er is eigenlijk een verdwenen beroepsgroep en u voelt de behoefte om die beroepsgroep in ere te herstellen, of in ieder geval voor het voetlicht te brengen. En in de professionele gedachtenwisselingen, in het krachtenspel van monopolisten en vrije markt, welke rol zouden die chemisten of kennis over de chemisten in het verleden kunnen spelen bij discussies over de gezondheidszorg in het heden? Maar dat is een veel te grote vraag. Dat is een heel groot onderwerp. Dus dat is nog iets voor de receptie. Ik geef nu het woord aan professor Raf de Bond, hoogleraar geschiedenis van de wetenschap en het milieu, Universiteit Maastricht. Geachte promovendus, laat mij beginnen ook met u te feliciteren met het geleverde werk. Uw geschiedenis van het chemistenberoep in, laten we zeggen, de noordelijke Nederlanden, om de collega tevreden te stellen, biedt een heel rijk verhaal. Is gebaseerd op uitgebreid en divers bronnenmateriaal. En het opende alleszins voor mij een blik op een wereld die mij grotendeels onbekend was. Dus mijn felicitaties. Maar ik heb uiteraard ook een vraag voor u. En die vraag gaat over boundary work. Dus een begrip van Thomas Guerin dat u doorheen het hele proefschrift gebruikt. En Thomas Guerin heeft dat begrip eigenlijk zelf vooral gebruikt om iets te zeggen over de 19e en de 20e eeuw. Om te
beschrijven hoe wetenschap zich onderscheidt van niet-wetenschap en ook hoe wetenschappelijke disciplines zich onderscheiden van elkaar. Uw verhaal gaat gewoon een heel groot deel over de vroegmoderne tijd. U hebt een veel langer tijdsperspectief dan Geary. En dus mijn vraag is, kan u ook iets zeggen over de evolutie van boundary work op die lange termijn? Veranderen de strategieën, de instrumenten die gebruikt worden om groepen van elkaar te onderscheiden doorheen die lange periode van de 17e eeuw tot de vroege 19e eeuw? Ah. Hoogleraar Openentie, ook weer bedankt voor de complimenten. Interessante vraag, moet ik zeggen, waar ik zelf nog helemaal niet over heb nagedacht. Ja, je zou kunnen zeggen, hoe kunnen beroepsgroepen zich van elkaar onderscheiden, van aangrenzende beroepen? Er bestaan tegenwoordig natuurlijk veel meer mogelijkheden op het gebied van internet en social media. En dat is natuurlijk een hele groot verschil met vroeger. Tot je ook wel de krantenadvertenties en de vlugschriften. Maar de media is denk ik een hele belangrijke bron waarmee een bepaalde beroepsgroep zich kan onderscheiden en afzetten tegenover een andere beroepsgroep. Er zijn nog meer methoden. Misschien in de zin van de organisatie, dat ze zich beter kunnen organiseren tegenwoordig dan vroeger. In de zin van het organiseren van congressen of symposia. Ja, ik noem maar wat voorbeelden, maar ik... Ja, maar mijn vraag ging eigenlijk specifiek over de periode die u hebt bestudeerd en specifiek over de chemisten. Dus ja. Het lijkt ook dat het in het boundary work dat daar speelt, dat het toch op een andere manier gebeurt, laten we zeggen in 1810, dan in 1670. Dus het lijkt me op het eerste zicht ook dat de grenzen in 1670 veel minder scherp waren dan ze dat waren in 1810. En dat heeft misschien ook iets te maken met de manier waarop strategieën die beschikbaar zijn in 1810, die misschien niet beschikbaar waren in 1670. Dat wel beschikbaar waren? Dus bepaalde strategieën of instrumenten om die grenzen te stellen, om het gemiste beroep af te grenzen, of net niet af te grenzen. Dus daar lijkt een soort lange termijn evolutie te zijn. Ja, ik heb natuurlijk geen voorbeelden gevonden waarin de gemisten zelf zich probeerden af te grenzen van anderen. Dat is juist ook een beetje het handicap van dit onderzoek geweest. Dat je alleen het boundary work ziet vanuit de apothekers naar de gemisten toe. Op de wijze waarop de apothekers die gemisten afschilderen en afzetten als een hele andere groep. Maar omgekeerd ben ik natuurlijk niks tegengekomen. Het zou prachtig geweest zijn als die bronnen er wel waren geweest. Ja, maar als we dan even ingaan op de apothekers, ook zij doen het misschien op een andere manier in 1810 dan ze het deden in 1670. Dus ook daar is wellicht een soort lange termijn evolutie. Ja, ik vind het een prachtige vraag, maar ik vrees dat ik er op dit moment geen antwoord op kan geven. Ik vind het een mooie vraag voor een vervolgonderzoek. Prima, daar kijken we naar uit. Dank u wel. Dus in principe hebben we nog 1 minuut of 2 minuten. En ik kan Maarten Brak het woord geven om een vraag te stellen. Maar ik vrees dat u deze vraag dan niet kunt beantwoorden. Dus misschien kunt u beginnen met de vraag. En dan zien we wel hoe ver we komen. Gaan we eens doen. Mijn vraag gaat over de prozo... De prosopografische methode, ja. En eigenlijk sluit die aan bij stelling 5 van uw proefschrift. Oh, ik moet mijn mond al houden. Oh, ja. We hebben nog 2 minuten. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, we hebben nog 1 minuut, maar u heeft het heel goed verdedigd, dus... Hendrik van Mander, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voorbereid terugtrekken. Ik verzoek u en de gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten.
Deze is voor de laudatie.
Thank you.
Stond niet in het protocol, ja? Hendrik Vermande, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft ze besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar Ernst Homburg is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is nu aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik u hierbij Hendrik Martinus Vermande tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens de wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul, rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Gefeliciteerd.
Zeer geleerde dokter Vermande, beste Henk. Op mij rust de aangename taak je te mogen toespreken. Je zult trots zijn. En terecht. En je zult ook blij zijn dat het achter de rug is. Zodat je je aandacht weer op andere zaken kunt richten. Dat zal ook voor je familie gelden. Want heb je hard gewerkt en je geheel gegeven dit onderzoek tot een goed einde te brengen. Ik moet wat corrigeren over wat jij net in je inleiding zei. Ons eerste contact dateert van 10 juli 2012. Toen je mij schreef, ik citeer, ik ben momenteel bezig met een studie naar... naar de salamander als uithangsteken van apothekers, drogisten en chemisten. In dat verband ben ik geïnteresseerd in de beroepsgroep van de chemist. In het bulletin van de kring van de geschiedenis van de farmacie in de Benelux stelde u in 1989 de vraag, wie van de lezers van het bulletin kan mij nadere mededelingen verschaffen over het beroep van chemist of chemist in de noordelijke Nederlanden 16e tot en met 19e eeuw. Het is typerend dat jij bij mij terecht bent gekomen via literatuuronderzoek en je zeer sterke punten. Ik schreef terug dat ik geen reactie op mijn vraag had gehad, maar dat ik verwachtte dat die beroepsontwikkeling in grote lijnen identiek zou zijn aan die in Duitsland, namelijk ontstaan rond 1670 en verdwenen toen in de late 18e eeuw de apothekers zich in de chemie gingen bekwamen. Door deze relativerende opmerking liet je je echter niet uit het veld slaan. Je ging rustig door en een klein jaar later schreef je mij opnieuw. Ik citeer, ik ben inmiddels behoorlijk wat interessant materiaal heb ik gevonden en ik vraag me af, zou er geen proefschrift van kunnen maken? Je leverde een voorstel in over de salamander uitgangsborden, waarover we in eind augustus 2013 spraken. Het lijkt me een interessant boek, zei ik, maar geen proefschrift. Als de geschiedenis van het gemiste beroep het thema zou zijn, zou dat een kader kunnen leveren om de salamandertekens in een context te plaatsen. Je nam de uitdaging aan. The rest is history. Het komt, althans mij, niet vaak voor dat een geschiedenispromovendus op een terrein werkt waar de promotor zelf ook aan gewerkt heeft. Jij bent mijn grote uitzondering. Toen ik rond 1990 met mijn toenmalige assistent Erik Berkers in de chemisten en de 18e eeuwse chemische industrie mij verdiepte, hadden Harry Snelders, de vader van Steffen, Dirk Wittop-Koning en Annette Bierman er een beetje over geschreven. Verder baseerden we ons op krantenoverzichten van Leonie van Nierop, deden wat onderzoek in het Goldbergarchief en het Archief van de Maatschappij van Nijverheid. We kenden zo'n 10 chemisten bij naam, dat was het dan. Veel meer leek er niet te vinden. De digitalisering die sindsdien op gang gekomen is, waaronder vooral het digitale portaal Delver. Wie was wie? En de digitale inventaris van archieven. En archieven heeft het historisch onderzoek een enorme impuls gegeven. Jij was degene die deze mogelijkheden als geen ander wist te benutten. Ik heb de afgelopen jaren met stijgende verbazing gekeken hoe jij in hoog tempo de meest fascinerende gegevens tevoorschijn wist te toveren. Niet alleen traceerde je ruim 200 chemisten. Je proefschrift heeft een prachtige spin-off opgeleverd op tal van terreinen. Ik noem er een paar. Je liet overtuigend zien dat de eerste hoogleraar chemie in Leiden was voortgekomen uit een ambachtelijk chemistenmilieu. In de 17e eeuw stonden de ambachtelijke en de academische chemie nog dicht bij elkaar. Een uniek inzicht. Hoewel de formele studie chemie pas vanaf circa 1850 mogelijk was, vond jij als eerste dat er tussen 1651 en 1809... circa 50 personen in Leiden zich hebben ingeschreven als student chemie. Ook dit was geheel onbekend. Hoewel Vester in de jaren 20 had aangegeven in zijn standaardwerk dat de chemische industrie vanuit Italië via Antwerpen naar Amsterdam was gemigreerd, was dat eigenlijk nauwelijks op haar de bronnen gebaseerd. Jij bent de eerste die overtuigend heeft laten zien dat Italiaanse families een cruciale rol hebben gespeeld bij de vestiging van sterkwaterstokerij en kwikzoutenproductie in Amsterdam. Henk, je bent een unieke onderzoeker die zeer inventief is in het vinden van bronnen. En dit alles in een niet te bevatten tempo. Je bent een roeier, Henk. En ik heb voortdurend gedacht dat je wedstrijden op de bosbaan of bij Lucerne wilde winnen. Zo ging je als speer door het internet en de archieven. Als ik bijvoorbeeld om 10 uur 's avonds wat vragen of commentaar opstuurde, kreeg ik om 11:30 of later een reeks uitvoerig antwoord terug, gebaseerd op nieuw onderzoek. Toch heeft het schrijven langer geduurd dan je lief was.
Enerzijds omdat jij een perfectionist bent en dat je alles wat je op pad tegenkwam beter wilde onderzoeken. Anderzijds ook omdat ik soms lastig was en bleef doorvragen. In onze interactie kwam een tweede eigenschap van je naar voren. Je bent niet alleen een goede onderzoeker, maar ook een heldere, logische geest die zich niet gemakkelijk gewonnen geeft. Kritiek van mij probeerde je altijd zeer vasthoudend te ontzenuwen. Soms lukte dat, soms niet. Ieder nadeel heeft zijn voordeel, want door de lange duur van het proces leerde je ook steeds meer historisch denken. Dat is voor ingenieurs en natuurwetenschappers niet gemakkelijk. De eerste versies werden alchemisten en kwakzalvers als charlatans terzijde geschoven. Het duurde even eer je inzag dat dit geen feitelijk, maar een normatieve begrippen zijn die historische actoren gebruiken om anderen weg te zetten. Eindelijk stuurde je mij op 18 juli 2019, ik citeer, het gehele rapport. Toen het nog een keer gebeurde, ik erop wees dat dit eigenlijk proefschrift heette, schreef je, ja, ik ben gedeformeerd door 25 jaar rapport te schrijven. Die ervaring heb je ten volle weten te benutten. Voor mij had het het grote voordeel dat alles wat je stuurde ontzettend helder was. Uiteindelijk is het rapport een excellent proefschrift geworden. Niemand die op dit terrein wil gaan werken, kan hier omheen. Ook in het buitenland bestaat niets vergelijkbaars. Je mag hier zeer trots op zijn. Ik zal jou en je familie van harte mee willen feliciteren. Dr. Van Mande, namens der Universiteit Maastricht felicitieren wij u met het u behaalde doktorstitel. Hartelijk gefeliciteerd en geniet ervan. En ik moet nog enkele huishoudelijke mededelingen maken. Dus we maken nog een foto met de jonge dokter en de commissieleden. Maar mag ik u vragen al naar de rechter te gaan waar de receptie plaatsvindt. En wij maken dan nog een foto op de trap. En dan gaan we toasten met de familie en met uw gasten en vrienden. En ik sluit nu deze academische zitting. Hij moet ook op de foto, hè? Ja.